Slechte gestopte communicatie gaat eigenlijk over dat mensen niet meer hun bezwaren laten kenbaar maken op de plek waar het moet zijn. Dus je ziet het in relaties vaak. Je denkt, ja weet je, ik heb dit gewoon al zo vaak tegen je gezegd. Maar je bent niet bereid er wat aan te doen. Dus ik ga het gewoon niet meer zeggen. En dan is het ook jammer als het dan stuk gaat tussen ons. Want ik heb dit aangegeven dat ik dit nodig heb. Of slechte gestopte communicatie. Dat is dat je zo'n Maarten van Rossen mopper gaat doen op je werk. Weet je wel? Die ene in de hoek die gewoon een soort van meubilair is geworden. En eigenlijk is slechte gestopte communicatie ook dat je om mensen heen praat. Dus je gaat om een collega heen of om een managementlaag heen. Of dat je bijvoorbeeld tegen je partner zegt schat, zou je even, of tegen je kinderen zegt schat, zou je even tegen papa willen zeggen dat hij zijn vuile sokken van de trap haalt. Ken je dat? Dat soort communicatie. Dan stroomt het niet meer lekker. Dan is het niet meer in flow. En we zien dat op dit moment zien we dat heel veel in de formatie. Hij mag lekker hard, het filmpje zelf is een beetje zacht. Maar dat zien we best wel heel erg veel eigenlijk. Prima, ja. Vandaag is de stukken ter inzage, dus het verslag van de heer Plasterk over wat we de afgelopen dik anderhalve maand gedaan hebben. Dat waren overleggen. Voor ons was de formatie afgelopen dinsdag afgerond. Daarna stonden er ook geen overleggen meer gepland. Het is niet op mijn chique manier gegaan zoals ik gewild had. Dat gaat wel eens als je een nieuwe, jonge partij bent. Maar wij hebben diezelfde avond heb ik de heer Plasterk nog twee keer proberen te bellen. Ik heb een bericht achtergelaten. De dag erop heb ik het via een brief uitgelegd wat ik gedaan heb. En de dag erop appte hij mij en heb ik hem teruggeappt en teruggebeld met een toelichting. Als jonge partijen hebben wij nog wel dingen om te leren. En ik denk niet dat ik dit een tweede keer op deze manier zou doen. Dus terugbellen, niet terugbellen. Ja, maar ik had je geappt. Ja, maar kon je niet bereiken. Nou, in ieder geval, wiens schuld het ook is, maar het is niet meer in flow. Zou je kunnen zeggen. Je zegt elkaar niet meer wat je gewoon te zeggen hebt.